leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en ik ben hier vandaag met Coco Chanou. Hallo. Het is niet zo lang geleden dat we ook weer samen waren. Nee. De vorige video was ook met jou. Gezellig. Gaat weer niet zo zijn. Mm-hmm. Nee, maar vandaag hebben we een hele speciale video. We gaan namelijk een Christmas gift swap doen. In deze video gaat Chanou mij cadeautjes geven. Yes. Dit hebben we al maanden geleden voorbereid. Ja. En op haar kanaal, op haar Engelse kanaal, ga ik aan jou de cadeautjes geven. Dus yes. Mocht je daar benieuwd naar zijn, linkje in de beschrijving. Dus ja, ik ben heel excited. Ik voel wel een beetje ongemakkelijk, want zo van, oh, cadeautjes uitpakken. Ja, ja, maar wel echt superleuk, heel kerstig. Mm-hmm. Ik ga beginnen met een kaart die ik voor je heb. Oeh, heel mooi. Je had me al een kaart verstuurd met de post en dan heb ik nog een kaart. Ja, maar dat hoort er toch bij, vind ik, bij een kerst. Dat is waar. Wat een mooie kaart. Top Let It Glow op de achterkant. Dat vind ik echt heel subtiel. Mm-hmm. Ik vind het echt een U-card. Ja. Oh, wow. Heel verhaal. Heel liefdesbrief. Yes. Oké, moet ik het voorlezen of kan ik het gewoon even in stilte? Doe maar gewoon wat je zelf het chillst vindt. Maakt maar niet uit. Lieve Sabrina, mijn liefste vriendinnetje. Hartje. Wat een jaar is 2019 weer geweest. We zijn samen op reis geweest naar Praag, ja. Naar een heleboel leuke events geweest. En we zijn beide weer een heel stuk gegroeid als mens. Dat is waar. Ik vind het zo knap. Ik kan echt niet voorlezen, joh. Maar nee. Ik vind het zo knap wat een doorzetter jij bent. Je laat je nooit uit het veld slaan. Als dingen moeilijk worden en je zet gewoon door. That's true. Was dat hier? Oh, elke keer lukt het je gewoon. En vind ik... lezen is moeilijk. Super tof aan jou. Daarom had ik het voorlezen. Nou ja. Door die mentaliteit denk ik dat er in 2020 weer een hele hoop mooie dingen op je staan te wachten. En die gun ik je allemaal. Ik hoop dat 2020 een mooi jaar voor je wordt met veel geluk, plezier en groei. Ik kan niet wachten om te ontdekken wat voor avonturen ons weer te wachten staan. Dikke kusje doen. Nou, girl. Ik heb niet zo'n uitgebreide kaart voor maar, jou. Maar je weet hoe ik ben met kaarten. Ja, dat is ik waar. Ik schrijf altijd uitgebreide kaarten. Dat vind ik, vind ik heel leuk. Ja. Oké. Okay. Oké, voor volgend jaar krijg jij een uitgebreide kaart van mij. Oké. Ben je klaar voor je eerste cadeau? Ja, ik ben er klaar voor. Dit is het enige cadeau waarvan ik bang ben dat je het misschien al hebt. Want je had een video gemaakt waarin je het had over Hadza. En dat je daar een wishlist op had. Dus ik ben in je wishlist gaan kijken en daar heb ik één dingetje van uitgekozen. Oh fuck. Ik weet het niet. We gaan het zien. Maar voor de rest... Dit heb ik nog niet. Nee? Oké. Ik weet hoop dat het goed is. Ik hoop dat het Want goed is. Want ik had van de week een kleinere variant van dit gekocht. Ja? Om gewoon mee te nemen. Maar dit is een bureauagenda, toch? Ja, volgens mij wel. Van een grote agenda. Yes, want je had een wishlist van dingen die je graag wou. En toen dacht ik, nou, ik wil wel iets wat je echt wil, weet je wel. Nee, want ik ging weer kijken op die site. Was die uitverkocht? Echt? Dus ik had hem bijna besteld, maar het was gewoon meant to be dat ik het niet mocht kopen. Oh, ik ben echt heel blij. Maar goed. Oh, wat chill. Oké, nu moet ik hem wel lekker ingepakt. Goeie pakbank. Ja! Yay! Ik heb oprecht afgelopen week een kleiner variant, dus voor in mijn tas of iets heb ik gehaald. Maar dit is de grote... Oh. Ja, dit had ik nog niet. Oh, ik ben zo blij. Ik zag dat het nog... Ik wist dat je hem toen nog niet had, volgens mij. Maar ik dacht van ja, het staat in je wishlist. Je moet even niet op de achterkant letten. Het staat in een prijskaart. Ja, nee, ik weet ook hoe duur die is. Oh, dus, ja, okay. Omdat ik natuurlijk wel naar heb gekeken. Ja. Ja, want ik heb dan die gewoon een week overzicht. En dit is dan dat je natuurlijk nog wat ernaast kan schrijven. Hele mooie agenda's vind ik. Ja, prachtig. Thank you. Oh. Of course. Daarom was je uitverkocht. Je had gewoon de laatste. Ja, ik denk het ook. Dat was dus een beetje zeg maar, een bigger present. Maar hier zit ook nog een hele hoop in. Dus. Oh, ja. En opeens mijn lievelingskleur als doosje. Mm-hmm. Oh my god. Okay. Pusheen. Mm-hmm. Dit is dus een blind box. Oh. Dus je hebt hier, je kan meerdere dingen. Het zijn allemaal een beetje van die kerstballetjes. Kijken. En als je hem openmaakt, dan is het de verrassing welke je krijgt. Leuk, ja. Jij weet dat ik Pusheen vet schattig vind. Mm-hmm. Ik wilde een kerst-Pusheen-achtig. Ik ben benieuwd welke je hebt. Welke vind je het leukst als je op de zijkant kijkt? Kijk, even het strikje eraf halen, want dan zie ik alles.
Altijd een verrassing. Oeh, ik weet het niet. Ik vind alles wel schattig. Ik weet niet wat dit voor character is trouwens. Ja, dit past wel bij mijn knuffel. Dat heeft een soort van kopje. Chocolademelk of zo. Ik hoop die stiekem. Want ik heb een knuffel met een ijsje. Dus dat is een beetje een food thema. Maar het idee is al leuk. Nou, ik ga hem gewoon lekker slopen. Ik ga hem toch niet bewaren. Welke denk jij dat erin zit? Ik vind die met koekjes vind ik ook wel heel leuk. We gaan het zien. Waarom had ik gelijk? Ja! Zo leuk! Gelijk. Wat schattig! En het is dus eigenlijk ook, kan je hem zo in de boom hangen. Het is een soort van ornament. Oh, wat cute! Leuk, hè? Dat is echt leuk. Oh, wow. Alsof ik een voorspeller ben. Ja, dat heb je goed gedaan. Nice! Oh, heerlijk. Oké. Kies nog maar een cadeautje. Het gek is dus, ik heb dat al zo lang allemaal ingepakt dat ik al niet meer zo goed weet wat ik er allemaal... Oh ja, dat is een extraatje. Dat is niet onderdeel van het budget. Maar jij zei van, gooi het maar gewoon in mijn... Ja, want jouw, die kleur stond jou niet zo... Nee, hij was voor mij te donker. Maar jij bent een iets donkerder huid. Dit was een extraatje. Dus niet echt... Ja, nou, ik denk dat die wel kan staan. Ja, en verder is hij helemaal nieuw, dus... Oké. En anders maakt het me er ook voor geen ene meter uit. On to the next. Zo gek dat ik het gewoon zo mocht grijpen. Ja. Oh. Heel leuk ingepakt. Ik kan er wat van leren. I love it. Kijk, ik pak er strikjes door. Is dit kerstbal van het jaar? Ja. Is het nou een lama of een alpaca? Nee, het is een alpaca. Ja. Oh my freaking god. Dit is toch een partijtje leuk. Wij geven elkaar elk jaar kerstballen. Zeg maar een beetje iets speciaals. En dit jaar heb ik een alpaca voor je. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gezien. Een ik alpaca ook niet. Kerst ornament. Ik zag het en dacht ik, ja, dit is hem. Dit is zo ontzettend schattig. Ook best wel creepy tegelijkertijd. Ja, hij is ook echt lekker furry en zo. Echt heel leuk. En toen ik dus later terugging, was hij helemaal uitgekocht. Dus. Nice. Ja. Meant to be. People like it. Oké. Okay. You know me so well. Oké, volgend jaar weet ik wat het level hiervan is. Wat de verwachtingen zijn. Een S. Wat leuk. Oké. Vond ik gewoon wel cute. Ik zag het. Dacht, oh, leuk. Ja, nee, dat is altijd toch leuk. Ik vind het wel altijd leuk als er iets van initialen of weet ik veel. Oh, personal. Ik vind het ook wel leuk met horoscopen en zo. Ja, precies. Ik pak maar het om mijn vinger. Oké, kies jij er maar één uit. Oké, nou, er zijn er nog drie. Ik geef je deze. Zo mooi ingepakt. I can't. Heb je het helemaal zelf gedaan of heb je op ingeschakeld? Nee, helemaal zelf. Gekloten wij. Yes. Wat is dit? Oh, is dat een riem? Het is een riem. Oh, wat leuk. Helemaal in dat steltje wat je in de zomer... Ja, in de zomer. Dit met een jurk of zo, of weet ik veel, met wat anders. Of een hele zwarte outfit en dan zo'n... In een jurk inderdaad leek het me heel leuk bij. Het is wel echt een zomers item. Ja, ik zou niet nu 1, 2, 3 dragen omdat het toch wel wat frisser is. Maar van de zomer zag ik heel veel met dit stijltje rondlopen. Toen zag ik het en dacht ik, ja, perfect. Helemaal leuk. Heel erg dat Balinese... I like. Achtergrond. Leuk. Ja, stijltje. Ik wist niet dat dit bestond. Ik ben een beetje verbaasd. Ik ben ook positief verbaasd. Oké. Geef maar wat. Nou, nu deze. Je bent echt een professionele rapper. Ja. Het viel me toch best wel op, want we hadden dus een budget afgesproken van 50 euro. Ja. En dan denk je eigenlijk van, nou ja, dat is vet veel geld. Maar je zit er toch wel snel aan, hoor. Ja, normaal gesproken denk je, oh, een klein cadeautje van, weet ik, van 20 euro. Maar ja, wat kan je van 20 euro halen? Wel iets, maar dan kan je geen video mee vullen. Oh ja, dit heb ik dus zelf ook. Dit zijn blue light glasses. Ik had dat letterlijk op het oog, hè. Ja, en ik heb ze in lichtblauw en voor jou had ik ze in zo'n mooie grijs tint gekocht. Dat vind ik mooi bij je staan. En dit is dus voor editen en op je telefoon zitten en op je laptop zitten. Even kijken. Met een blue light filter. Dan, gelijk een soort van waas, zeg maar. Ja, een ander... Het zou een beetje gelig moeten zijn als het goed is. En ik heb mijne dus ook echt superveel op. En matching.
Nice. Yes. Ja, dan moet ik niet mijn normale bril tijdens het editen dragen. Moet ik wel mijn lenzen inhouden. Maar dus wat ik doe is dat als ik 's avonds voordat we gaan slapen, een uurtje van tevoren doe ik deze gewoon op als ik op mijn telefoon of Instagram zit. Oh. En dan kan ik gewoon beter slapen daarna. Dan heb ik niet zo dat ik zwaar wakker word van mijn telefoon. Maar waar heb je dit gezien, gevonden? Ja, online besteld. Oh, wat nice. Ik heb bijna alles. Dat Pusheen ding, dat komt ook echt uit Japan. Dat heb ik echt uit Japan gehaald. Okay. Dit zijn echt gewoon echt Sabrina cadeautjes. Ja. Soms ben je toch wel bang als je zoiets doet dat je nutteloze dingen krijgt. Of die dingen die niet bij je passen. Ja, ik wilde een soort van wel een paar dingen, maar ik wilde ook weer niet, zeg maar, troepjes. Dus, ja. Nee. Nou, okay. Ik kan ook heel blij worden van troepjes als in van als het leuke dingen zijn. Oké, dit is een hebdingetje. Oh. Even voor zekerheid. Ik kreeg een AliExpress filmpje van je kijken. Je hebt AirPods, toch? Ja. Oké. Okay. Ik zag daar iets van AirPods in, toen dacht ik, oké, ze heeft AirPods. Later dacht ik van, ze heeft toch wel AirPods? Maar ja. Ik ga stuk. Bubble tea. Het is een bubble tea. Maar dat past ook gewoon bij ons, omdat wij in Düsseldorf bubble tea gingen halen. Ja. Oké, dit zijn wel echt speciale cadeautjes. Niet zomaar van, dit is voor jou. Nee. Maar hier is over nagedacht. Ja. Het is wel echt huge. Oh. Het is echt zo'n hele harde siliconen ding. Zo, hi. En het heeft echt zo'n gezichtje. En dus volgens mij moet je hem dan gewoon eromheen klemmen of zo, denk ik. Ja, en dan moet dit losgaan. Ik zag dit en toen dacht ik... Ja, en ik vind de kleuren vind ik ook heel jou. Ja, maar nee, dat klopt echt. Ik vind hem echt cute. Ja, AirPods zijn zeg maar misschien zo groot, het hoesje. Het is echt huge, maar wel heel cute. Ja, nou, denk en dat was alles gewoon alweer. Dat ging best wel snel, maar... Heel snel. Ik hoop dat je het een beetje geslaagd vindt. Ik vind het echt superleuk. Ik zit er zo naar te kijken. Ik denk, ja, alles is wel... Ja, het zijn wel dingen die ik wel zelf zou kunnen kopen. Helemaal niet. Ja, ja toch? Natuurlijk. Ja. Thank you so much voor alle presents. Lekker in de kerststemming. Mm-hmm. Nou, we gaan nu jouw video opnemen. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik voor Chanel heb gehaald, check dan even het link in de beschrijving. Hierbij wil ik jullie een hele fijne kerst wensen. Mm-hmm. En dan zien we jullie volgend jaar weer eens, denk ik. Oké, fijne kerst. Doei.